Hoi en leuk dat je kijkt naar Paardenpraat V. Ik ben vandaag op een evenement en daar moest ik ook rijden. Britt moest daar ook rijden. Dat was allemaal vanmorgen. Het is nu middag. Ik heb wel wat gefilmd van het rijden, maar niet zo heel veel. Dus misschien dat ik dat later in deze video nog even laat zien. Maar wat ik dus wel wilde doen vandaag is even filmen wat je hier allemaal kunt shoppen. Want er zijn hier super veel standjes waar je van alles en nog wat kunt krijgen. En ik heb vandaag één missie. Ik moet namelijk een nieuwe bruine zweep. Maar ik weet van mezelf dat als ik hier naar binnen ga en als ik al die standjes zie, dat ik dan misschien nog wel wat meer dingen mee naar huis neem. Of ik ga in elk geval bij heel veel standjes kijken. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om jullie mee te nemen en allemaal nieuwe dingen laten zien. Je hebt ook allemaal dingen met glitter. Je hebt echt, er zijn zoveel mooie dingen te zien hier. Dus ik dacht, het is vast wel leuk om dat aan jullie te laten zien. Halloween is hier trouwens ook, dat zal ik ook even laten zien. Oh, Boos, waarom kijk je Boos? Oh, zeker omdat de deur dicht zit. Hallo poepje. Moet ik even de deur openmaken? Wacht maar. Hallo. Halloween is hier. Hij is moe. Hij heeft al gelopen. Hij heeft al een show gegeven. Ja, dat is leuk hè. Ja, dat was gezellig. Dus hij gaat nu nog even uitrusten. En hij heeft nog hooi hier. En dan gaan wij even winkelen. En dan gaan we straks naar huis. Ja. Er is een soort verkleedwedstrijd gaande hier met allemaal ponies. En deze die staat hier, ik moest hier net langslopen. Kijk nou, dit is helemaal in een jungle thema. Kijk hoe gaaf. Ze heeft ook helemaal het leuke dingetje aan. En jij hebt helemaal een mooie rok aan. Kijken. Kijk, ik heb er hier nog eentje. En dit is ook met een jungle thema. Kijk, hier zitten allemaal beestjes in de manen. En hier zit dus ook een hele slang achter het zadel. En jij bent een aapje, of niet? Ja. Ja, kijk, helemaal met een apenpak en een staart en een rokje. Kijk nou, hoe leuk. Ik ben bij het eerste standje aangekomen waar ik iets wil laten zien. Ik had net met Britt, we stonden in de stal en Britt die zei, wat is onze lievelingskleur? Dus ik had even, roze is onze lievelingskleur? Nee, ze zei, ja maar glitter is onze lievelingskleur. En dat is eigenlijk ook wel zo. En hier is dus heel veel glitter. Kijk. Dit is echt fantastisch. Als je zo hier langs loopt, kijk nou. En dit is dus voor in je knot. En dan zijn er dus allemaal verschillende kleuren netjes. Met allemaal verschillende kleuren steentjes erop. En dit kun je dus om je knot heen doen als je op wedstrijd gaat. En dat ziet er super mooi uit. En ik heb er dus ook eentje in mijn haar. Kijk, er zijn hier ook allemaal nieuwe riemen. En ik heb dus zo'n riem aan. Kijk, deze. En dit zijn dus de kleuren steentjes uit mijn frontriem. En ook uit mijn knotding. Maar hier zitten dus ook glittertjes op de sluiting. Kijk nou. Ik ben ook nog even hier, want dit is dus iets van Britt. Alleen ze is dus vergeten om het mee naar huis te nemen. Dus dan gaan ze het opsturen. Wacht, hoe kan ik ze denken? Hoe kan ik hierbij? Dit zijn namelijk ijzers. Deze is van George met dat zilver. En deze is van Johnny. En ik heb er dus zo eentje van Parino, ook helemaal met goud. Ik weet dat ik dezelfde heb als deze. Kijk, en dit kun je dus laten doen. Dat is dus het ijzer van je paard. Het zijn echte hoefijzers van George en echte hoefijzers van Johnny. En die kun je dus helemaal laten beleggen met steentjes. Dit is ook met echte Swarovski. Wat natuurlijk super vet is. En ik wil er ook heel graag eentje voor Halloween. Dus dan moet ik even een kleurtje uitkiezen en dan een keertje dat laten doen. Maar deze staan dus hier tentoongesteld. En dat is echt zo tof. Ik weet gewoon niet waar ik moet kijken. Er zijn zoveel dingen met glitters. Het is echt. Er zijn hoofdstellen met glitters. Plastrons met glitters. Armbandjes met glitters. Neusriemen met glitters. Het is echt. Daar word ik heel gelukkig van. En ik heb dus ook thuis voor in een nieuw huis. Van die kussens. Die kun je ook zelf samenstellen. Kun je kleurtjes kiezen. En dan een hoeve. Een stijgbeugel of een bitje. Kijk, dit is met een stijgbeugel. En dan kun je dus de kleur van je kussens kiezen en ook de vorm. Dus ik heb een paar van die kussens voor in het nieuwe huis voor op de bank. Dat vind ik zo leuk, dat ik dan iets van paarden heb gewoon in het huis. Maar het is maar heel subtiel. En dat vind ik echt super tof. En hier. Ja, ik weet gewoon echt niet meer waar ik moet kijken. Dit zijn shirtjes, wat echt super, super, super tof is. Met dus een
witje aan de zijkant. Mijn moeder heeft ook iets gekocht. En ik wil dus eigenlijk... Dit is echt verschrikkelijk. Dit is pas het eerste standje waar we zijn. Misschien dat ik wel aan het eind van deze video een shoplog maak. En dus jullie even kunnen kijken van dichtbij wat we precies hebben gescoord. Mijn moeder heeft een heel leuk tasje. Dan kan ik het gewoon even nog van dichterbij laten zien. Ik wilde jullie even dit laten zien. Want dit is een echt één... van de betere dekjes. Dit is hoe het heet. Volgens mij is het Deens of Zweeds. En ik heb hier dus een paar van. Ook een wedstrijddekje. En deze blijven zo ontzettend mooi als je ze in de was doet. En dit is echt... Ja, ik ben echt mega fan hiervan. Eerst moest je het dus helemaal uit het buitenland bestellen. Kijk hoe mooi dit is. En nu kan je ze dus tegenwoordig ook bij een paar winkels in Nederland krijgen. En het is echt... Ja, fantastisch mooi. Ik ben hier echt heel erg fan van. Ik weet niet of je mij goed kan horen, want ze zijn hier aan het omroepen. Maar dit is dus een van de ringen op het evenement waar ze nu aan het rijden zijn. En dit is een soort kinderspringen. Dus ze hebben echt allemaal leuke kleine hindernisjes en tipi-tenten. Weet ik wat leuk dit is. En hier zijn dus al die verklede ponies die we net zagen. Die zijn dus hier nu aan het springen. En dan heb je hier allemaal van die standjes waar je kunt winkelen. Echt van alles en nog wat. En ook, kijk hoe schattig dit is voor een pony. En hier heb je nog veel, ja, je hebt allemaal van die hallen waar dus van die winkeltjes zijn. Waar je allemaal dingen kunt winkelen. Allemaal verschillende dingen. Hier is een soort zadelkamer. En we liepen hier net langs. Ik dacht, oh, dit is voor je hond. Kijk nou, leuk. En dan kun je hier bovenop zitten. Dus ook tegelijkertijd een zitje. Wacht, hoe ga ik het het beste laten zien? Ik denk zo. Want wij zijn natuurlijk thuis aan het verbouwen. En straks gaan we ook het paardengedeelte maken. En hoe tof is deze zadelkamer? Dit is dus een waar je denkt dat het voor je laarzen is. En dan is het tegelijkertijd ook een zitje. En deze kant is dan dicht. En hier is dan een... Ja, een wasgedeelte. Dit wil ik heel graag een soort keukenblokje bij ons in de zadelkamer maken. Dat je gewoon koffie en thee kan zetten en water kan drinken en zo. En hier allemaal opbergruimte en een soort mini prijzenkast. Het is echt heel tof zo. Oh, en dit zijn alle kleuren hout waarin je het kunt doen. En dit is echt onwijs tof, waar je dan ook je cap kunt ophangen. En dit wil ik dus heel graag thuis. Dat je gewoon zo mooi je cap kunt ophangen. En dat die dan tegelijkertijd ook kan drogen. Want dit is dus helemaal open. En als je dan gereden hebt, dan is je cap altijd super nat. En dan kan die gewoon zo drogen. En dan is het ook gelijk een hele mooie tentoonstelling. En je hoofdstellen kan je hierin doen. En je kunt hier dan gewoon zitten om je laarzen aan te doen. Hier kun je je zadels opbergen. Kijk nou, het is zo mooi gemaakt. Echt fantastisch. Ik zeg vandaag heel vaak fantastisch, merk ik. Heel tof. Dit is dus ook heel erg slim om te doen. Zo'n hoofdstelhaak. En wij hebben dus thuis zo'n haak. Maar die moet je dan aan het plafond hangen met een touwtje. En dat werkt nooit, want dat gaat kapot. En dat slingert heel erg. En hier is dus gewoon een systeem dat je dat kan ophangen zo. En dan kan je dus je hoofdstellen poetsen. Dat is waar je zo'n haak... Ja, je kunt ze natuurlijk ook gewoon zo opbergen. Maar ik gebruik dus zo'n haak altijd om de hoofdstellen te poetsen. En dit is de perfecte hoogte daarvoor. Je kunt overal heel goed bij. Je kunt rondom lopen. Hier hebben ze dus gewoon iets om het op te hangen. En dat is echt heel slim. Ik doe allemaal ideeën op. En dit is allemaal opbergmateriaal. En ze hebben dus ook van dit soort karretjes. En dit is, ik wil dit heel graag in het nieuwe huis ook. Dit is een kleinere variant. Je hebt ook grote. En hierboven kun je dus je zadel doen. Daar kun je allemaal spulletjes kwijt. Dan zit er ook nog een laadje in. Of dit is nu een kastje. Je hebt ze ook met laadjes. Daar kun je ook nog je spulletjes kwijt. En hier kun je je hoofdstel ophangen. En dit rijdt gewoon. Dit heeft wieltjes. Dus dit kun je gewoon rijden. En dan kun je dit dus meenemen naar de stal. En dan gewoon klaarzetten. Bij je paard of in het gangpad. En heb je gewoon al je spulletjes in één keer bij de hand. En dan hoef je dus niet elke keer naar de zadelkamer te lopen. En je kunt deze ook gewoon in je zadelkamer parkeren. Dan heb je dit helemaal kant en klaar. En dan rij je dat gewoon naar je paard toe als je gaat opzadelen. En dan heb je alle spullen. En dan ook nog even bij een van mijn favoriete standjes. Want hier is dus mijn jasje van. Mijn korte en mijn slipjas. En ze hebben hier altijd hele vette dingen. Kijk, deze is... helemaal roze. En ja, dit moet je wel durven. Maar ik vind dit wel onwijs gaaf om te zien. En dit is ook een hele mooie kleur. En vroeger was het dus echt alleen maar zwart en donkerblauw. Maar nu zie je steeds meer dat er ook gekleurde jasjes komen. Want dat mag dus nu. Ik ga die donkergroen straks even passen. Want die mag ik misschien lenen.
En dan zie je dus ook dat er allemaal van die verschillende kraagjes komen nu. En dat is wel echt gewoon zoveel leuker dan vroeger. Want vroeger mocht dit dus allemaal niet. Kijk, dit is ook echt super mooi. En ik heb dus deze stof, die heb ik op mijn lange jas zitten. En dan hier. En bij mij zit die ook in de kraag. Maar ik denk, ja, hier zit die ook in de kraag bij deze. Alleen er zit nu even een cap onder. Kijk, ik mag deze even passen. Want ik heb dus, ja, perfect. Ik heb dus 30 april is er weer zo'n wedstrijd voor bijzondere rassen. En dat is dit jaar heel groot. Dus dan wil ik heel graag deze aan. Hij is heel tof. Ik heb hem aan. Kijk. Ja, hij is echt, hij is super gaaf. Hij is echt super gaaf. En als jullie de video hebben gezien waarbij ik dus mijn lange jas ging samenstellen. Er is een hele video van. Zal ik kijken of ik hem hier beneden in de beschrijving kan linken. Dan heb ik ook deze kleur aan. En dan zie je dus dat ik heel erg twijfel tussen deze of de kleur die ik nu heb uitgekozen. En daar ben ik ook nog steeds heel blij mee met de kleur die ik nu heb. Maar dit is ook wel super gaaf. En dan mag ik deze dus lenen. En dat is echt... Oh, kijk hoe mooi ook aan de achterkant. Heel tof. Hier zie ik dat ze zwepen hebben. Maar is dus even de vraag of ze ook bruin hebben. Want dit is volgens mij allemaal zwart. En dit is ook zwart en blauw. Geen bruin. Dat is een beetje vervelend. Ik moet trouwens een nieuwe, omdat dit dingetje op een gegeven moment dan gaat het kapot. Zeker als je hem af en toe zo neerzet op de grond. En dat doe ik nog wel eens, moet je eigenlijk niet doen. Maar ik doe het wel eens. En dat dingetje is helemaal kapot gaan. Dan gaat de achterkant open. En dat is best wel een beetje gevaarlijk als je hem dan gebruikt om een keer bijvoorbeeld aan te wijzen. Of een keertje op een been te tikken als je wil leren om een voetje op te tillen. Want dat is best wel scherp. Dus ik moet daarom een nieuwe. Ik zie dus overal gele dekjes. Weet iemand of dit een trend gaat worden? Of het hip is om komend voorjaar een geel dekje te doen? Kijk, dit is dan zo'n pastelachtige geel. En dit is echt felgeel. Ik heb al een paar keer felgeel gezien. En er is hier ook een springruiter. Die heeft zo'n jasje aan. Misschien is dit wel de trendkleur. Kijk, en er is dus ook een geel mutsje van, een ornetje van. Het is wel, als je zo'n hele set hebt en dan bijvoorbeeld op een zwart paard, dat ziet er wel heel cool uit. Alleen dit is dan nu met een blauw randje, dus dan zou ik wel ook met een zwart randje doen. Maar ik weet niet. Ik ben nog niet mega fan, maar misschien komt het nog. Dit vind ik dan wel weer heel leuk. Al die gezellige zomerse kleurtjes, daar krijg ik echt helemaal zin in. Ook weer geel. Echt in elke collectie die ik zie zit geel. Ik vind dit wel heel tof. Dat lila. Ik ben best wel, ik hield er niet zo van, maar ik ben nu best wel lila fan. En dit is ook een hele mooie, gezellige zomerse kleur. En er zijn er ook, dit zijn dan bijpassende bandages. Maar ik denk dat ze ook wel beenbeschermers hebben die erbij passen, als je dat liever hebt. Kijk, dit is van een, je hebt dus allemaal van die kleding dingen en ruitersportartikelen en dat soort dingen. Maar er is ook dingen over stallen en over outdoor dingen. En deze mensen die zijn dus bij ons geweest om het terrein in te delen. En jullie krijgen daar ook nog een video over te zien met de platte grond van hoe het paardengedeelte gaat worden. Maar daar moeten we dus eerst nog vergunningen voor aanvragen en dan ga ik het pas laten zien. Maar dit zijn dus allemaal voorbeelden van allemaal paardenbedrijven en dat is echt heel tof. En ook allemaal hekwerk en omheiningen, want dat moet natuurlijk ook straks om de wei heen. Kijk, en dit is dan een voorbeeld van zo'n tekening. En wij hebben dus ook zo'n tekening van ons terrein. En daar, dat krijg je dan dus te zien. En dit is dan hoe ze dat intekenen. Dus dan zie je dan de gebouwen erop staan en de bak zie je erop staan. Maar dus ook alle bomen, waar ze dan bomen willen gaan planten. En overal zie je dan zo'n klein paardje zo van bovenaf. En dat is dus ook allemaal op schaal getekend. Dus je ziet echt precies hoe groot zo'n paardje dan is en hoe groot dan de rest is. Zoals wel, als we hier ook zo'n galoppeerbaan of een renbaan. Heel gaaf. Tadaa! Wacht, dat moeten we niet te veel optillen. Wauw. Met een Nederlandse vlag en mijn naam erop. En met rood zit blauw. Heel tof. De buit staat daar allemaal bij elkaar. Ik zal het als ik thuis ben even uitpakken en allemaal laten zien bij elkaar. We gaan nu naar huis. En alle spullen die zijn al naar de auto gebracht vanmiddag. Alleen mijn jas nog en deze paar laatste dingetjes. Die kunnen we gewoon zo meenemen. Terwijl we Hallie dan meenemen. En dan gaan we weer lekker naar huis. Als ik dan thuis ben, dan zal ik laten zien
Wat er precies in zit. Het meeste heb je even heel kort gezien. Maar dan kan ik het nog even uitgebreid laten zien. Hoi, ik ben inmiddels weer thuis. En het leek me wel leuk om even van dichtbij te laten zien wat ik precies allemaal heb gescoord als een soort van shoplog aan het einde van deze video. Ik ga beginnen met dit tasje. Die staat nu het dichtstbij. En hier zitten een paar spulletjes in voor mij en ook iets voor mijn moeder. En dat ligt bovenop. Dat is namelijk dit hele schattige tasje. Mijn moeder wilde heel graag een zwart tasje. En altijd als ze dan op zoek gaat naar zo'n tasje, dan komt ze thuis met een andere kleur dan zwart. Maar nu is het gelukt. Nu hebben we een zwart tasje. Super schattig. Een klein tasje met zo'n bitje hier voorop. En je kunt hem gewoon zo vasthouden bij het handsvat. Maar aan de binnenkant zit ook een ketting. En dan kun je hem gewoon omdoen als een soort schoudertas. Ze hadden super veel verschillende kleuren, maar dus ook een zwarte. En daar heeft ze uiteindelijk voor gekozen. Ik ben er wel fan van. Ik ben een beetje jaloers dat ik hem niet heb genomen. Maar ik ben echt heel blij voor haar. En het is echt een super schattig tasje. En dan ook weer leuk met zo'n hintje naar de paarden. Als eerste heb ik deze twee riemen. Als eerste heb ik deze lichte kleur. Een beetje cognacachtig leer. En daar zit dan van die steentjes op. En van dat crystal fabric. En dan heb ik deze. Dit is een donkerbruine riem. Heel erg blij mee. Dus dan heb ik weer twee fijne riemen die ik gewoon in mijn rijbroeken kan dragen. En natuurlijk ook misschien een keertje bij me met het outfit als afwisseling. En het laatste wat in de tas zit is een truitje. Dit is een kooltruitje en ook hier zijn super veel verschillende kleuren van. En ja, verder is het gewoon een gewoon truitje, maar op de mouw zit dan één bitje. Kijk, ook met Swarovski steentjes. En dat is natuurlijk heel tof. En dit is van dat hele lichte goud. Dit is bijna zilver. En dat kleurtje zit dus ook in mijn wedstrijdoutfit. En wat ik hier heel graag mee wil doen, is dit dragen op internationale wedstrijd. Want dan is er namelijk altijd een dag waarbij je vrij mag trainen. En dan hoef je dus niet in wedstrijdoutfit. Dan mag je dus gewoon dragen wat je wil. En wat ik dan altijd doe, is dat ik dan dingen met oranje aantrek. Want dat is natuurlijk de kleur van Nederland. En als je internationale wedstrijd gaat, dan wil je natuurlijk ook iets dragen van je land. En mensen die hebben dan de stal versierd met Nederlandse vlaggetjes en met rode en blauwe dingen. En dat is echt super leuk. Dus ik vind het dan leuk als ik dan iets kan dragen wat in de kleuren van het land is. En dit is natuurlijk helemaal geweldig. Dus ik ben er heel blij mee. En dan als laatste heb ik een hele grote tas. Deze. En hier zit een deken in voor Halloween. Ik ga kijken of ik hem eruit kan halen. Oké, het is een hele grote deken. Hij is donkerblauw. Het is een donkerblauwe vliesdeken. En dit is de voorkant. En er zit dan zo'n bontkraag op. Dus echt zo'n sierdeken is dit. Daar is hij ook voor bedoeld. Hij is niet bedoeld voor op stal. Maar hij is echt bedoeld als prijsuitreiking deken. Showdeken. Waar hij mee aan kan komen op een wedstrijd of op een show. Waar ik hem mee kan losstappen op een wedstrijd. Dus hij is dus blauw en er zit dan een rood en wit koordje langs. En dan daarnaast zit een blauw biesje. Dus het is echt rood, wit, blauw met die bontkraag aan de voorkant. En op de achterkant, en dan moet ik even zoeken, staat de Nederlandse vlag. Met daaronder zijn naam en daarom zijn afstamming. Die staat er ook op. En dat glinstert dan mooi en is heel duidelijk te zien. En aan de andere kant staat mijn naam. Kijken. Ja, hier. Hier staat mijn naam. Ook weer met de Nederlandse vlag. En dat is natuurlijk wel heel erg tof. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Nu zien jullie misschien wel dat er één ding mist. Want ik ging eigenlijk voor één ding. En dat was een bruine zweep. Ik heb geen bruine zweep gevonden. Wel blauwe. En zwarte en gele en bruine springzwepen, maar dus geen bruine dressuurzweep. Die mis ik nog, dus die moet ik nog ergens scoren. Nu ga ik toevallig deze week ook weer naar een evenement waar je dus ook kan winkelen. En dat is het grootste paardenevenement van Europa.
En als ik het daar niet kan vinden, dan weet ik het echt niet meer. Dan moet ik echt ergens op internet gaan zoeken en het gaan bestellen of zo. Ik ga jullie ook meenemen dan naar het evenement toe. En ik ga daar ook filmen. Dus stay tuned for that, zoals ze dat dan zeggen. En ja, ik wil jullie voor nu erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Het is onwijs gaaf om te winkelen en om standjes te kijken op dit soort evenementen. Want je ziet dan allemaal dingen die je dus normaal in een winkel nooit ziet. En net als met die zadelkamers en zo, dat zie je dus niet in een normale winkel. Dus ik vond het echt heel erg leuk om weer eens een keer op zo'n evenement te zijn en om daarnaar te kijken. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien. Laat me even hieronder in de reacties weten wat je ervan vond en wat voor soort video's je nog meer graag zou willen zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!